Yo, welkom bij Wim Tuning. Leuk dat jullie weer kijken, ook voor de nieuwe mensen. Welkom, wat vinden jullie van mijn dikke Malayossi petje? Ja, die is gaaf hè. De zip gaat hard, we schieten lekker op. We hebben in de vorige video veel dikke onderdelen van Heiko Tuning gemonteerd. En ik heb weer wat leuks binnengekregen van Heiko. Dat is deze hoge druk binnenkop. Zorgt weer voor extra vermogen, zit ook extra koelgaten in. Dus ook voor betere koeling. En die gaan we nog even snel monteren voordat we het blok onder de scooter gaan hangen. We moeten nog heel veel doen. Als het ook een beetje mee zit, kunnen we hopelijk de scooter aan het einde van deze video ook even starten. Mijn uitlaat komt morgen binnen, dus die moet wel binnenkomen, anders kunnen we hem niet starten. We moeten natuurlijk nog de koelslangen aansluiten, de remmen aansluiten. We moeten dus de koelvloeistof bijvullen, dus er kan nog van alles misgaan. Dus laten we snel gaan beginnen. Let's go! Zo jongens, het motorblok hangt weer onder het frame. Kunnen we nu lekker verder gaan met afbouwen. We moeten nog veel doen. Remmen, koelvloeistofslangen, gaskabel, carburateur, noem het maar op. Nog genoeg te doen, dus laten we snel verder gaan. Voor de remmen heb ik nog een mooi setje remhendels gekregen van Your Customize. Linkje van zijn Instagram staat in de beschrijving, mocht je er interesse in hebben. Ik kreeg al wat commentaar op Instagram, joh, die komen van AliExpress. Je zult ze misschien best ook op AliExpress kunnen vinden. Maar de setje die ik bij hem heb gekocht is echt van goede kwaliteit. De coating is mooi. De boutjes en moertjes die in de remhendels zijn gebruikt zien er gewoon goed uit. En als je bij hem bestelt heb je het gewoon de volgende dag in huis. Dat is gewoon een voordeel, want bij AliExpress moet je vaak best wel een tijdje wachten. Zo jongens, carburateurtje erin. We hebben even een gaskabeltje eraan gemaakt. Gashandeltje zit erin. Remhendeltje die werkt. Dus we schieten lekker op. Helaas is mijn SM06 uitlaat nog niet klaar. Ik heb hem al wel binnen. Maar die moet nog even gestraald worden. Die moet nog even in een hittebestendige lak gezet worden. Dus voordat het klaar is, ja, is deze video al online. Dus voor de time being monteren we gewoon even de 125cc uitlaat die ik nog had liggen. Dus dan kunnen we hem tenminste even mee starten. We'll be right back.
Dus een mooie groene koelvloeistof zit erin. En het begint er eindelijk weer ergens op te lijken. Moeten nog veel doen. Veel kabels wegwerken, netjes maken. Dit is nog een beetje een rotzooi hier zo. Dat moet ik allemaal nog even netjes maken. Tie-ripjes, klemmetjes erop. Geldt ook natuurlijk voor alles wat aan het stuur nog allemaal vastgemaakt moet worden. Knipperlichtjes, ledsverlichting, noem het maar op. Het is nog veel strak te maken, netjes, fresh. Maar het schiet aardig op. Het is vanavond even genoeg geweest. Ik ga morgenochtend even verse benzine halen. En dan kunnen we er wat benzine in gaan gooien. En dan kunnen we kijken of die een teken van leven geeft. Ik heb er zin in. Let's go. Zo jongens, ik heb even wat verse benzine opgehaald, 102 octaan. Natuurlijk het beste van het beste, bijna geen één benzinetank verkoopt het meer, maar ik heb er gelukkig nog eentje gevonden in de buurt die het verkoopt. Ik ga op mengsmering rijden, dus ik moet er wat olie bij gooien voordat ik het in de zip gooi. Ik heb hier een mooi maatbekertje van Jos Dijkman. Ik heb 10 liter precies getankt, staat hier ook 10 liter op het flesje. En dan gooien we er even wat olie bij, hè. Jongens, voordat we benzine erin flikkeren heb ik eerst nog even dit slangetje vervangen. Daar heb ik nog even een vers benzinefiltertje tussen gezet. En ik heb de vacuümslang weggehaald. Ik heb dus dit verrotte ding uit de tank gehaald. Die zit normaal die benzine- en vacuümslang aan. En daar heb ik dit mooie benzinekraampje voor in de plek gedaan. Dit is een kraantje die je open en aan kan zetten. Hij laat meer benzine door, begreep ik. En het ziet er ook gewoon weer vers uit, want die andere was gewoon echt verrot. Je hoeft maar één slangetje aan te sluiten. Ja, dat scheelt gewoon, want ik had namelijk eerst de vacuümslang hier zo aan het blok aangesloten. Alleen het schijnt dus dat er een bepaalde druk, een bepaalde onderdruk met positief, negatief, ik weet niet precies hoe het zat. Maar in ieder geval, de vacuümaansluiting op het blok is niet geschikt om als vacuüm te gebruiken voor een benzinetank. De membraan kan daar volgens mij door stuk gaan, had ik begrepen of zoiets. Dus ja, goed, die hebben we eruit getrokken, hebben we even een boutje ingedrukt met Loctite. En gewoon een vers slangetje met een nieuwe benzinefilter aangesloten. Dus nu kunnen we de benzine ingooien en gaan kijken of die het teken van leven geeft. Nou jongens, the moment of truth. Gaat die starten ja of nee? Ik heb even het binnenkapje eraan gehangen voor de elektrische start. Hij staat een beetje wankel om nu te gaan kicken. Accu is opgeladen, dus dat moet goed komen, hoop ik. En laten we gewoon gaan kijken of die start. Gaan we nog even aftellen. 3, 2, 1, 0. Oh, is wel handig als ik contact omzet. Oké, nog een keer. 3, 2, 1. Oh, hij gaf wel iets.
En gelijk starten, hè? Geen niks eventjes doorspoelen of wat dan ook. Sick hoor, sick. Maar super blij. Hij klinkt nog wel een beetje. Door die 125cc uit klinkt hij nog wel een beetje, ja, een beetje saai. Maar ja, er zit genoeg power in. Dat voelde ik al wel. Zo jongens, het beestje loopt. En wat klinkt hij lekker zeg. En het starten ging echt perfect. Met bijna één druk op de knop en hij liep gelijk. Dus daar was ik best wel verbaasd over. Normaal gesproken, als een blok helemaal uit elkaar is geweest en je zet het weer in elkaar. Ja, dan komt het ook wel eens voor dat je toch wel best een paar keer moet kicken voordat hij het teken van leven geeft. Maar met één klein drukje op de knop startte die gewoon. Dus daar ben ik super blij mee. We gaan lekker verder met bouwen. We moeten nog heel veel doen. We moeten nog van alles aansluiten. En ja, we gaan gewoon lekker verder. Vond je het een leuke video? Geef even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet had gedaan. En check ook even mijn Instagram, jongens. Ik heb heel veel leuke content de laatste tijd op mijn Instagram. Ik post ook een paar dagen van tevoren altijd even wat sneak previews over de video. Dan weet je al een beetje wat je kan verwachten. En ja, check ook de link van mijn Instagram even in de beschrijving van deze video. Hopelijk zie ik jullie bij de volgende. We gaan veel vette dingen doen. Wat ik precies aankomende week weer ga uploaden, dat is nog niet helemaal duidelijk. Want we moeten nog zoveel dingen doen. Ik heb nog zoveel ideeën. Rijden buiten wordt het niet, want het gaat sneeuwen. Het wordt kut weer, dus... We gaan leuke dingen nog even doen aan de zip. Ik wil nog een digitale teller gaan bouwen. We moeten natuurlijk de hele zip nog gaan afbouwen. Kabels netjes gaan werken. Binnenkappen monteren. Noem maar op. Er is nog genoeg te doen. En ja, hopelijk zie ik jullie bij de volgende. Dus stay tuned. Yo!